Dank u wel, meneer de voorzitter. Laat mij beginnen om te zeggen dat wij vandaag ook natuurlijk het nieuws hebben gezien en dat wij vinden dat het gerecht haar werk moet doen. En we gaan hier nog niet vooruitlopen op wat er allemaal kan worden aangetoond. Maar het is ook duidelijk dat u werkt aan een nieuwe postwet. U hebt daar het BPT gevraagd om daar een aantal vragen te stellen aan de sector. Maar voor mij is het in ieder geval heel duidelijk dat wat u voorstelt misschien uit goede bedoelingen zijn, maar dat eigenlijk een bijzonder slecht idee is. Want we hebben natuurlijk het vrij ondernemerschap in de Europese Unie die u aan banden wil leggen als blijkt dat u bedrijven gaat verplichten om een vast aantal personeelsleden in dienst te gaan nemen. Nu, uiteraard gaat u zeggen van we moeten dat doen, we hebben geen keuze. Maar het antwoord is nee. Zo'n verregaande maatregel kan je eigenlijk pas gaan indienen of invoeren als je al de rest hebt geprobeerd en dat dat niet werkt. En er is een andere oplossing, mevrouw de minister, u weet het. De hoofdelijke aansprakelijkheid, dat werkt. Kijk naar de sectoren als de bouw, kijk als sectoren bij de beveiligingsfirma's. En ook de postsector, de pakjessector, heeft dit al geïmplementeerd in Duitsland. En dat werkt daar, de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dus uw postwet lijkt mij in ieder geval in strijd te zijn met het vrij ondernemerschap. Gaat ook de investeringszekerheid in dit land op losse schroeven zetten. Want we hebben bedrijven die gaan investeren in een logistiek magazijn. En dan zegt u, goed, maar nu moeten jullie bijvoorbeeld een parking hebben. Want jullie moeten een eigen dienst, eigen wagens gaan hebben. Wat gaat er ook gebeuren met al die particuliere firma's die vandaag bezig zijn. En die morgen geen klanten meer gaan hebben. En die lease-overeenkomsten hebben waarbij dat de pakjesbedrijven gaan zeggen, maar wij gaan die leasen dan niet overnemen. Dus ik denk dat daar heel veel problemen van gaan komen. En tot slot is het belangrijk dat we ook gaan kijken naar de rol van Bpost in dit verhaal. En daar kom ik in mijn repliek op terug, omdat ik nauwlettend op wil toezien dat mijn 2 minuten spreektijd niet worden overschreden. Dank je wel. Voor ik verder ga op het voorontwerp dat we aan het voorbereiden zijn en waar we daarmee zitten, wil ik toch even ook aanvullend op meneer Freilich zeggen dat vandaag in de postwet voor de distributie van brievenpost in artikel 5, u zal die wet wel kennen, paragraaf 1, gedefinieerd wordt dat elke fysieke persoon die die activiteit uitvoert vermoed wordt te zijn te werk gesteld op basis van een arbeidsovereenkomst. Dus u kan zeggen, ja, dat is een probleem ten opzichte van de markt en het vrij initiatief. Dat klopt, dat is nu al zo voor brievenpost. Wij gaan dat uitbreiden tot pakketpost. Dat is juist het instrument wat de postwet ons geeft om het risico op toestanden zoals we ze vandaag terug hebben gezien te verminderen. En ik begrijp dat dat een, ja, een beetje een ideologisch debat kan zijn of we daarin meegaan of niet. Maar we denken dat dit absoluut noodzakelijk is en dat het niet alleen de sociale wetgeving en inspectie is die natuurlijk voor de handhaving, de controlehandhaving moet zorgen, maar dat we misschien preventief hier iets kunnen doen. En dat de postwet ons daar echt het instrument voor levert. Ja, dankjewel, mevrouw de minister. Wel, ik heb het al gezegd, ik vind dat wat u voorstelt disproportioneel is. Ik begrijp dat dat vandaag al bestaat voor de brievenpost, maar de brievenpost gaan vergelijken met de pakjespost. U weet dat, dat is totaal iets helemaal anders. We hebben de universele dienst. En het probleem, u zegt het zelf, de concurrentie bevindt zich op de last mile. Hè? En u hebt het ook gehad over dat gelijk speelveld. Wel, de postbodes van Bpost, die nemen de pakjes nu ook mee. Dus wat voor gelijk speelveld hebben we? En het is ook natuurlijk zo dat wat u voorstelt eigenlijk in de kaart speelt van één bedrijf, en dat is Bpost. Bpost die reeds vandaag verschillende preferentiële voorwaarden heeft, die anders die de hele sector niet heeft, hè, in het kader van het paritair comité voor het wegvervoer en de logistiek, waar iedereen zich aan moet houden, behalve Bpost. Die hebben geheime CAO's die het daglicht niet mogen zien. Dus wat u doet is Bpost voortrekken en dan krijgen we eigenlijk een belangenconflict. Want mevrouw de minister, u bent minister van Bpost, maar u bent ook minister van Post. Ik heb u daarnet een hele race aantal ambities horen voorlezen van Bpost en dan dacht ik, zit hier de woordvoerder van Bpost te spreken? He? Dat dacht ik. En dan komt bij mij de vraag, hoe kan u enerzijds de markt gaan reguleren met wat u nu voorstelt, dat is disproportioneel, speelt in de kaart van Bpost. En ik heb die vraag eigenlijk al gesteld aan het begin van de legislatuur aan de premier. Schriftelijke vraag nummer 3. En weet u wat dat zijn antwoord was? Ik heb hem gevraagd, kan eenzelfde persoon minister zijn van een sector en ook van dat overheidsbedrijf
waarbij de meerderheid aandeelhouder zijn. Ik ga u voorlezen wat dat de premier geantwoord heeft. Zij, het gaat over u, zal alles eraan doen om elk mogelijk belangenconflict te voorkomen. Zij zal zich zo neutraal mogelijk opstellen. Voilà. Dus als dat het antwoord is van de premier, dat u al het mogelijke gaat doen om u zo neutraal mogelijk op te stellen, dan denk ik dat er een probleem is. Ik denk dat u als minister, we hebben een ideologisch verschil over hoe we dat moeten aanpakken. Ik heb u al gezegd, uw voorstel, Europa gaat daar absoluut tegen zijn, het is disproportioneel enzovoort, maar daar kunnen we over discussiëren. Maar u beseft wel dat uw voorstel in de kaart speelt van Bpost, dat al die andere bedrijven daar geld door gaan verliezen. U weet ook, en daar gaan we straks over hebben, dat er geheime CAO's zijn waar wij tot zelfs parlementsleden geen inzage in hebben. Ik heb vorige week tijdens de hoorzitting de CEO van Bpost gevraagd, kan dat dan achter gesloten deuren? Want wij moeten toch kunnen oordelen of dat hier wel of geen preferentiële voorwaarden zijn. Dus dat noopt mij toch tot de conclusie dat er vandaag een probleem is. En dan het andere wat ik nog wil bijhalen is de platformeconomie waar u het over had, de koeriers van Deliveroo enzovoort. En dat dat iets langer duurt om op te lossen? Wel, niet waar. Wij hebben een wetsvoorstel ingediend, net om zowel de pakjessector, maar ook die koeriersector te gaan reguleren of die sociale fraude die daar heerst te gaan aanpakken via de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dus als u zou zeggen van kijk, meneer Freilich, ik volg u daarin, maar we willen het zo snel mogelijk gaan oplossen. Wel, het wetsvoorstel is ingediend. Ik kijk uit naar de collega's, want ik weet toen ik dat heb voorgesteld in de Kamer, kreeg ik applaus vanuit PS en vanuit de PvdA. Fantastisch dat jullie dat doen. Dus nogmaals, hoofdelijke aansprakelijkheid werkt ook in andere sectoren, werkt in deze sector in Duitsland veel sneller, veel beter en heeft geen probleem waar dat we een belangenconflict kunnen gaan krijgen. Dank u wel.